De inschrijvingen op de middelbare scholen zijn in volle gang. Wij bezochten 3 scholen en brengen u het volgende verslag. Op het Meester Dr. J.C. de Miranda Lyceum treffen wij de heel geduldige ouder Elsira Sedok, die vindt dat de inschrijving van haar dochter heel vlot is verlopen. Het gaat er wel ordelijk aan toe, alleen gaat het een beetje langzaam. Dat is het enige tot nu toe. Die registratie is vlot gegaan. Ik heb aardig wat mailtjes ontvangen, dus het is heel goed gegaan dit jaar. Ook de onderdirecteur van het HAVO 3, Ingrid Voort, gaf aan dat de inschrijving dit jaar vlot ging. Nou, het was vrij rustig. De studenten moesten zich online registreren en dat hebben ze gedaan. Ze zijn opgeroepen op maandag en dinsdag eigenlijk om hun inschrijfformulier te komen halen en dan moesten ze dinsdag alle stukken inleveren. Ze komen nog, maar het is vrij rustig verlopen. Het enige probleem dat zich voordeed was dat de leerlingen per e-mail waren opgeroepen om zich op een bepaalde school aan te melden, maar dat hun naam niet voorkwam op de lijst van de school. Als ze dus hebben aangegeven dat ze wel een mail hebben ontvangen, dan hebben ze wel alvast geregistreerd. En dan toch verwezen naar inspectie om officieel officieel te horen dat ze dus bij ons zijn geplaatst. Leerlingen die niet voorkwamen op de lijst moesten terug naar de toewijzingscommissie en dan kregen ze een stroopje waardoor ze toch konden inschrijven. Er waren wel 1 of 2 die geen e-mail hebben ontvangen, maar dat hebben we opgevangen met een WhatsApp bericht. Dus dezelfde instructie en bericht die we via de mail hebben gestuurd, hebben we dan voor die leerlingen met een WhatsApp bericht opgelost. Ouders en studenten worden op het hart gedrukt om de instructies van het ministerie van Onderwijs zo goed mogelijk te volgen.